De vakantie zit erop, hè? Dus we zijn wel in Spanje, maar er moet wel gewerkt worden. Nee, dat is alleen maar goed. Ik denk dat we hebben ook niet zo lang voordat de competitie begint. Dus iedereen die moet snel fit worden en weer aan elkaar wennen. En ik denk dat het alleen maar goed is. Het was een pittige dag vandaag. Vanochtend hadden we nog enigszins herstel, maar vanwege de reisdag gisteren. Maar 's middags ging het toch wel even, gingen we er wel even af. We kwamen hier en het zonnetje brandde fel. Dus dan word je al wat lekkerder wakker natuurlijk. Ik denk dat alles goed geregeld is hier. Het veldje ligt echt erg prachtig bij. Je ziet dat iedereen er zin in heeft en we kunnen goed trainen hier. Dus ik denk dat iedereen er content mee is dat we hier zijn. Ik denk dat het wel goed is voor de teambuilding, ja. Je leert elkaar toch beter kennen en er zitten wat jonge jongens bij nu, nieuwe jongen, Usama. En dan leer je elkaar toch wel goed kennen op zo'n manier, denk ik. Ja, ik vind het wel fijn om met name de temperatuur hier en het veld hier, dat is toch even anders dan in Nederland. En om met z'n allen even een weekje weg te zijn en echt alleen maar de focus op het voetbal te hebben. Dus eten, slapen en trainen. Dus dat vind ik heerlijk. Wat we de eerste seizoen zelf hebben gedaan is denk ik toch wel, we hebben wel prima dingen laten zien. Maar toch vind ik dat we nog meer moeten kunnen en we moeten nu niet verslappen. En dat is wel weer een mooie uitdaging voor de tweede seizoen zelf. Ik denk dat we bij Vlagen aardig hebben gespeeld de eerste seizoen zelf, maar dat er nog gewoon veel ruimte is voor verbetering. En dat het niet alleen kan, maar ook moet. Deze week is daar heel belangrijk in, om nog meer vastigheden, nog meer automatisme, om dat erin te krijgen in het team en die randjes aan te scherpen. En ik denk dat daar zijn ze heel erg mee bezig, daar zit de trainer kort op. En ik denk dat het heel belangrijk is om ons verder te helpen de tweede seizoen zelf.